In deze film wil ik het even hebben over Excel-informatie. Wat is het? Waar vind je het? Nou, het is op zich helemaal niet moeilijk. Om een foto te maken heb je een aantal dingen nodig. Je hebt bijvoorbeeld een bepaalde sluitertijd nodig en een bepaald diafragma. En om tot een correcte belichting te komen, moet je met die twee spelen en eventueel kun je dat nog compenseren met de ISO. Soms wordt er wel eens gevraagd wat de instellingen van je camera waren. Nou, dat kun je bij digitale foto's natuurlijk nog heel makkelijk terugzien. Vroeger, toen je analoog fotografeerde, moest je dat allemaal netjes opschrijven of gewoon heel goed onthouden. Of altijd op dezelfde instellingen werken, dat kan natuurlijk ook. Maar met digitale fotografie is dat een stuk makkelijker terug te vinden. En ik doorloop even verschillende manieren. Allereerst gewoon in Photoshop bij een enkele foto. Je kunt de EXIF-gegevens hierboven opvragen bij bestand en dan heb je daar staan bestandsinfo. Of met de sneltoets Ctrl, Shift, Alt en I. En je krijgt dan dit venster voor je neus. En hier staat dus de sluitertijd, mijn diafragma en mijn ISO. Er zit in EXIF-informatie nog veel meer, zoals bijvoorbeeld het brandpunt, de lens die ik gebruikt heb of uh, het model van de camera. Je ziet aan de linkerkant nog veel meer dingen. Nou, het is niet alleen EXIF gegevens die in een foto zitten, maar een heel pakket aan gegevens. Zogenoemd IPTC. Als ik bijvoorbeeld even op het standaard gebeuren klik, dan heb je daar bijvoorbeeld de auteur, mijn naam, die heb ik gewoon in de camera ingesteld uh, en ja, die geeft hij gewoon keurig aan. Ook de aanmaakdatum, de foto is gemaakt op uh, 24 december 2019 en ik heb ze een uh, dag later bewerkt. Maar ook andere gegevens zoals het adres of je telefoonnummer, je e-mailadres, dat kun je allemaal in een foto zetten. Maar het gaat nu even puur om de camera gegevens, de exef informatie. Die vind je dus hier terug in Photoshop. Moet je dat nou bij verschillende foto's gaan controleren, dan moet je iedere foto in Photoshop gaan openen en iedere keer hierboven klikken bestand, bestandsinfo. Dus dat is een beetje een ontslachtige manier. In Photoshop wordt ook Bridge meegeleverd. En Bridge is een soort ja, uh, programma waarmee je uh, foto's overzichtelijk kunt bekijken. En als je dat opstart, krijg je dus Bridge voor je neus. En in Bridge, als je een foto aanklikt, dan heb je daar een tabblad metagegevens. Zie je dat nou niet? Dan kun je hier bij Venster klikken op het deelvenster metagegevens om het te laten zien. En dan zie je ook in de foto. Het diafragma, de sluitertijd en de ISO. En als ik dan naar een andere foto ga, dan zie je bijvoorbeeld: deze foto is gemaakt op diafragma 2.8 bij een 50ste met ISO 400. En deze is gemaakt met een sluitertijd van een 100ste, een diafragma van 5.6 en ISO 100. En ook hier onderin weer welke lens ik gebruikt heb. En als je het wat breder maakt. Dan zie je daar bijvoorbeeld ook de camera bij verschijnen, het serienummer van de camera en dat soort dingen. Sluit ik Bridge en Photoshop even af en ga ik even naar Lightroom. Nou, in uh, Lightroom heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om die dingen te zien in de ontwikkelingsmodule. Als je bij het histogram kijkt, dan heb je daar natuurlijk je iso staan, het gebruikte brandpunt, het diafragma en de sluitertijd. Maar in de bibliotheek heb je het overzicht. Weer diezelfde waarde onder het histogram, maar je hebt ook het tabblad metagegevens. En daar staat ook weer het brandpunt, en de camera en de lens die je gebruikt hebt, bijvoorbeeld. En als je op een andere foto klikt en de instellingen waren anders, dan verandert dat ook. ISO 400, diafragma 2,5 en een sluitertijd van een 50ste. Dus ook daar kun je het eventueel zien. En ook in de standaard Windows Verkenner. Als ik die open, wanneer je met rechts op een foto klikt, dan heb je daar eigenschappen staan onderin. Dan heb je verschillende tabbladen en daar heb je details staan. En scroll je dan iets naar beneden, dan zie je dat ook weer een aantal uh, exif gegevens tevoorschijn komen. Dus ook hier mijn diafragma, belichtingstijd en sluitertijd weer zichtbaar. Dus mocht je nou op zoek gaan naar die foto's, dan weet je nu dat er verschillende manieren zijn om dat te achterhalen. En kun je dat dus makkelijk terugvinden? Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer, en doei-doei.